En de zon komt mooi weer op de dag gaan anders. Op het moment dat je je ogen opendoet. En heel de wereld die is totaal veranderd. Dat vind ik tegen in die doen. En een vrouwtje ga ik op zoek naar mijn ontbijt. Goedemiddag, beste bewoners. We zijn hier weer terug. Van vanmorgen natuurlijk een heerlijk ontbijt gehad. Alle mensen zijn weer in bad geweest, heb ik gezien, naar de kapper. En daarom willen wij hier vanmiddag, zoals jullie weten, een gezellige middag organiseren. Een hapje, een pilsje, een borreltje. En ik wens jullie allemaal een heel gezellige middag. Ja, kijkers, wij zijn deze keer op een bijzondere locatie in de Beukenhof. Die vieren vandaag een 12,5-jarig bestaan van de buurtvereniging. Ik had me eigenlijk iets voorgesteld van, nou, het is een buurtvereniging van verschillende appartementen bij elkaar buiten. Maar we zijn terechtgekomen in een prachtige hal waar de mensen 12,5-jarig bestaan van de buurtvereniging vieren. En naast mij staat de voorzitter Wim de Rooij en die kan misschien iets vertellen over het ontstaan en het raden en zeilen van de vereniging en misschien ook van de Beukenhof. Ja, dat klopt. 2010, 1 maart, hebben wij toen de sleutel gekregen en dat is dus 12,5 jaar geleden. Toen hebben we in het eerste jaar hebben gezeten naar WK voetballen met elkaar. Toen moesten de twee hele grote tv's komen. Om al de mensen te bedienen. En die zaten s'avonds hier naar het voetballen te kijken. Met 4 soorten bier gelauw. Toen hebben we maar besloten om bij elkaar gaan te zitten. En toen hebben we eigenlijk zo'n soort buurvereniging opgericht. Ja, dus dit is eigenlijk het moment geweest dat jullie zeggen van nou, daar moeten we meer doen. Het is gezellig en we maken er een buurtvereniging van. En jullie zijn nu elk jaar al bij elkaar geweest, buiten de corona misschien? 2 jaar hebben we gestopt, want we zouden 10 jaar bestaan vieren. Dat hebben we 2 keer uit moeten stellen vanwege de corona. En zodoende zijn we nu hier terechtgekomen en nu sinds augustus is het ook 12,5 jaar. 12,5 jaar bestaan, dat is natuurlijk een bijzondere mijlpaal. En dat gaan jullie extra vieren. Hoe ziet het programma eruit vandaag? Of hebben jullie al iets achter de rug vandaag? Nou, we zijn vanmorgen begonnen om 9 uur met een ontbijt. Toen zijn de mensen weer teruggegaan naar de kapper in bad. En om 2 uur zijn ze weer teruggekomen voor een borreltje, een wijntje en een hapje. En om 5 uur komt een cateringbedrijf, die komt een diner verzorgen. En om 6 uur hebben we live muziek vanuit België, tot vanavond 10 uur. Naast mij staat Karen Marijnissen van Woonvizier en die zit hier ook een beetje mee te feesten en ja, wij vragen ons af van
hoe is hier terecht gekomen? Participeer gewoon vizier hierin. En vertel maar eventjes hoe dat er zit. Ja, ik werk inderdaad bij Woonvizier. Ik ben de buurtbeheerder. Ik werk in 7 dorpen. We willen eigenlijk stimuleren dat mensen elkaar wat meer ontmoeten. En dan is dit ontzettend leuk initiatief natuurlijk. Hè. Het is 12,5 jaar bestaan. Bewoners kunnen bij ons aankloppen voor een kleine bijdrage. Het is wel heel erg belangrijk dat niemand buitengesloten wordt. Hè, want dat is erg belangrijk natuurlijk, hè, dat mensen elkaar ontmoeten en op de koffiekamer bij elkaar. Er zijn allerlei initiatieven. Mensen weten ons dan te vinden en kunnen dan uit ons leefbaarheidspotje een bedrag krijgen om dit soort evenementen te organiseren. Nou, dat is voor mij redelijk nieuw. Participeren, dat een woningbouwstichting participeert in zulke zaken. En wordt er door verschillende wijken, verschillende appartementen gebruik van gemaakt? Ja, het was eigenlijk tot vorig jaar had ik eigenlijk alleen maar hier in Made Prinshof bijvoorbeeld. Burgemeester Smitsplein in Made ook. Maar omdat we natuurlijk in ons blad Open Vizier dit jaar kenbaar hebben gemaakt dat we dit potje hebben. Dat mensen ook mee konden verzinnen aan de naam van dat potje. Dat is Buur in het Vizierpotje geworden. De mevrouw uit de Heide heeft deze naam ingestuurd en daar ben ik ook op de koffie geweest. En vandaar dat de naam zo gekozen is. En toen hebben we ook een artikel in ons bewonersblad geschreven. En nu merk ik echt dat er heel veel bewonerscommissies, het hoeft niet echt een commissie te zijn, mensen die dus eigenlijk vrijwillig iets organiseren, ons nu weten te vinden. Want ik ben nu eigenlijk al met het budget van volgend jaar bezig. En ik heb nu wel wat meer geld nodig. Tenminste, dat ga ik wel vragen. Want ik krijg nu dus van de Beukenhof, maar er zijn toch wel ook in de andere dorpen, Ganshoeksingel in Lage Zwaluwe, hebben we ook al gevonden, woonvizier gevonden. Dus wij merken wel dat het steeds meer gaat leven. Toch wel een mooi initiatief van woningbouwverenigingen. En ik hoop dat het toch wel een redelijk vervolg zal krijgen. Want het is hartstikke mooi natuurlijk. Mensen elkaar ontmoeten, gezellig bij elkaar zitten. Wat willen we nog meer, hè? Ja. Dus ik zou zeggen nog veel plezier nog vandaag. En bedankt voor het interview. Dankjewel. U ook bedankt. Pushing through the darkness, stealing on a moon. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me. Ik wilde eigenlijk van de gelegenheid gebruik maken om namens alle bewoners hier, degene die ervoor zorgen dat we hier zo'n gezellig tehuis hebben, even heel hard bedanken. En dat zijn vooral El en Wim, Ria, Kreet, Dina en Johan. Die zorgen ervoor dat we hier een geweldige sfeer hebben. Ik ben hier 2 jaar geleden gekomen. Je wordt gelijk opgevangen, het is gezellig, het is fijn. Ik denk dat het een voorbeeld is voor heel veel appartementen hier in Made. Dus wij zijn heel trots dat we hier zijn. En nogmaals een voordeel voor iedereen en bedankt. Vooral jullie, voor alles wat je hier georganiseerd hebt en nog zult organiseren. Bedankt.